Ik heb 1, 2, 3, 4 nieuwe kaarten erbij gekocht. Met een hartje. Bloemetjes met een hartje. En poesenbeestje. Met allemaal lekkere dingetjes. En nog een poesenbeestje met bloemetjes. En alleen nog bloemetjes. Maar het regent en geen gewone regen. Nee, het komt uit de bomen vandaan. Allemaal van die blaadjes. Iedere keer val ik. Ik denk, regent het nou? Dat dacht ik eerst echt. Maar het zijn allemaal van hele kleine blaadjes. Dus ja, dat jullie zien in mijn hand. Een hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag woensdag, de 27e van de 3e, 2024. Dus de week is weer door de helft heen gegaan vanmiddag om 12 uur. Ja. En we leven alweer, ja, schrik niet, om 15.33 uur. Ja, ik wanneer er, nou ja. En ik ben geen... Hoe heet dat? Ik hoef dat niet te vertellen waarom me dat niet kon. Dus ja, dat kon gewoon even niet. Nee, ik kon gewoon niet eerder. Waarom ligt die hier? Weet ik ook niet. Nou, die moet naar de salontafel. Maar in ieder geval, ja, dat ging gewoon dus niet. En ja, allerlei dingen kwamen ertussen. En de meiden, die kon ik niet uitlaten. Ja, ze zijn in de tuin tig keren geweest. Wat gaat die struikhard heen en weer? Kanonnen. Wordt het dan zo hard, mensen? Ik weet niet. Maar in ieder geval, ze zijn tig keren in de tuin geweest. Dus ze hebben wel al het een en het ander gedaan wat ik weer op moet ruimen. Maar we gaan nou eventjes lopen. En daarna ga ik naar de Vomar. En heb ik niet veel nodig. Nee, want ik heb van alles en nog wat. Ik heb maar een paar dingetjes nodig, dus ja. Dan laat ik jullie lekker voor thuis en als ik thuis kom, dan ga ik eerst even mijn vlog delen. En daarna ga ik lekker even voor mezelf wat doen. En daarna ga ik lekker aan de pizza. Ja, en daarna ga ik een vlog in elkaar zetten. Dus ja, niet veel bijzonders om naar huis toe te schrijven, maar ja, ik... ben een beetje in spanning ergens door en dat... Nou ja, dat is even afwachten nog, hoe dat gaat lopen allemaal. Ik heb nog geen telefoon gehad, niks, hoor, niet op de huistelefoon. En ik weet ook niet of ik hier wat op heb. Ze weten wel dat ik deze op stil heb staan. Dus ja, en een privénummer neem ik niet op. En het nummer waar het om gaat, dat staat er twee keer onder van gisteren en eergisteren. Dus ja, dat dus. Dus dat staat er dan wel in. Maar een privénummer neem ik sowieso niet op. En ook geen spam, nee. Spam gaat bij mij direct, hup, weg. Dat wordt bij mij weggegooid. Dus ja, dat dus. Dus het wordt even afwachten. Hoe is in de wattest? En de loopapp gaat er zo vast al op. Dat is gewoon leuk. Samsung hield. Ja. Echt leuk. En dan gaan we gewoon weer een kilometertje lopen. Nou ja, als je dat op een dag drie keer doet, gewoon met dit weer, dan loop je toch op een dag 3 kilometer. Soms maak ik hem even iets langer, dan is het 3,5 tot 4 kilometer. Maar ja, meestal is het 3, want het is mij nog steeds ja, niet echt lekker om te lopen. Soms dan moet ik tegen keiharde wind in, nou dat wil je niet geloven. Ja, als je hier in Den Helder woont, dan weet je die plekken wel te vinden waar het altijd 9 van de 10 keer ontiegelijk hard waait en dat je er amper tegenin kan komen. Ja, zomers natuurlijk niet, maar de winterperiode, totdat het echt beter weer wordt, ja, dan is het soms bijna niet te doen daar. Dus, maar oké, lieve vrienden. Ik zeg gewoon bij deze, geniet van jullie dingen
En ja, doe gewoon wat je moet doen en geniet een klein beetje met mij mee. Ik zou zeggen, tot later. Ja, daar waren we weer. Ik heb boodschappen gedaan. Ja. Ik zal de tas eventjes daar neerzetten. Als dat lukken wil. Oh, er zitten ook eitjes in. Ja, want het wordt bijna Pasen. Hè. Aankomend weekend. Maar oké, we zijn eerst naar de Wibra gegaan. Ik heb 1, 2, 3, 4 nieuwe kaarten erbij gekocht. Met een hartje. Bloemetjes met een hartje. En poesjebeestje. Met allemaal lekkere dingetjes. En nog een poesjebeestje met bloemetjes. En alleen nog bloemetjes. Ik denk, ja, de Pasen komt eraan en ja, kuikentjes enzovoorts, kijk, dat kon ik niet vinden. Maar ja, bloemetjes enzovoorts, dat is toch ook lief en dat heb ook met Pasen te maken. Dus ja, die heb ik daar gekocht en zo duur zijn ze niet. En dan heb ik even de 3xA batterijtjes gekocht die ik op kan laden. En dat heb ik 2x. Dat zijn wel duur, maar ik moet ze toch hebben voor de telefoon. Dat hebben we bij de Vroommarkt. Gewoon, omdat ik het lekker vind. Ja. Ja, ik hoor je. Eventjes kandelen binnen laten. Ja, ook dat moet. Ja. Hallo kerel. Ja, kereltje. Ja. Oh ja? Nou, het is al, als jij dat zegt. Ja. Dan heb ik iets wat in de koelkast gaat. Dat heb ik ook gehaald. Zo. Dan hebben we chocolade eitjes. Want ik krijg natuurlijk weer bezoek met de Pasen. Dan moet je toch wat in huis hebben. Volgens het poesjebeestje. Snoepjes. Leg me daar even neer. Ja, kerel. Nou ja, ik wil natuurlijk ook wat op tafel kunnen zetten aan een chip. Dus 2 zakken maar gehaald. Ja, dit is het enige wat ik weg kan krijgen. Dan heb ik Amerika filet. Dan heb ik 2x melk. Dan moet ik eerst die even eruit redden. De eitjes. Die gaan gelijk even ook opgeruimd worden in de kast. Waar ik ze altijd heb. Even omdraaien. 1, 2, hoppata. Naar achteren en jij ervoor. Dan heb ik eieren genoeg. Dan kan ik gevulde eieren gaan maken zaterdag. Dan zijn ze in ieder geval kap. Want daar heb ik dit voor gekocht. Ja, de rest vind ik wel. Dan heb ik voor de meisjes dit voor in die hoefjes. Kan ik het erin smeren. Is voor de meisjes ook lekker. Ja, je hebt maar even geduld. Ik ben bezig. Krentenbolletjes waren er niet. Maar het is wel 2 broden die ik erbij gekocht. Daar maar even op leggen. Niet vallen. Ik zal mijn koffie daarmee weghalen voordat het rechts over de wereld gaat. Dat moet maar niet. Dan heb ik een goudgele rakker. Die gaat daar. En ik had nog een fles. Oh ja, die ligt. En dan heb ik weer voor op tafel 2 worsten. Ook lekker natuurlijk. En die kun ja, dat heb ik altijd bij de computer leggen. En overdag, tenminste, s'avonds neem ik er eentje van. Maar als ik met de meisjes ga lopen, neem ik er ook eentje van.
Ah, en dan heb ik ook wel eens iemand op bezoek, tenminste bezoek, één boedel. Die lusten het ook wel, ja. Dus dan gaat dat ook wel weer eens af. Maar, nou heb ik, waar had ik het nou, die eitjes? Die eitjes. Bekertjes. Daar gaan we wat mee doen. Als jullie weer opgeladen zijn. Niet vandaag, maar morgen. Of zo. In ieder geval voordat het paars is. Ja, enkel baalde van dat die bekertjes niet versierd zijn. Dan kan ik dat zelf wel versieren, maar dan duurt het, dat heb ik te lang werk en het moet op tijd afwezen. Nou, en dan heb ik dit. Amerika filet en dit. Heb ik om gevulde eitjes te maken. Ja, en dan kun je dan ook nog met het geel doen met curry en kruiden. Dat kun je dan ook nog doen. Maar ik denk wel, het is even anders, een ander smaakje. Normaal doe ik dat altijd zelf met deze en dan de eieren dooier met kruiden. Dat ik dan ook twee soorten smaak heb. Ik denk, nee, ik doe nou dat en dat. Dus ja, dat dus. En ik lus ook wel een gevuld ei. Ja hoor. Nou, en dan heb ik weer een notenwijntje. En nog blokjes kaas. Dus ja, dat heb ik. Dus ja, dan weten jullie dat. Ja. Ja, moet je snoepie? Ja, moet je snoepie? Nou, dan moet je hier nog een kind. Ja. En dan gaat die naar de achterkant, zo. Ja, jij is snoepie, hè? Kijk, hij krijgt snoepies. Dezelfde die ik net gekocht heb, maar het oude zakje. Ja, kom maar. Eén, alsjeblieft. Lekker, hè? Ja, dan vliegt die op af, echt. Ja, en de meisjes die krijgen ook zo. Ja, de meisjes krijgen ook zo. Moet even wachten. Ja, moet even wachten. Hé? Ja, vrouwtje, moet even wachten. Ja. Zoals het kan, als het op heb, kan er niks aan doen. Nou, ik ga even beter zitten en dan ga ik alsnog even erheen. Dan kan ik er tussendoor. Zo. En dan de bus voor jullie, hè. Nee, moet je terug. Ja, terug. Kom dan, Rijka. Kom dan, Rijka. Ja. Oeh, wat een dikke dingetjes allemaal. Nou, dan krijg jij die. En jij, grote, krijgt die. Oeh, yummy. Ja, deksel er weer op. Zo. Dus ja, ik ga nou de troep opruimen. En dan ga ik even wat voor mezelf doen. En dan met een bak koffie erbij. En even wat lekkers erbij. En dan, ja, daarna eten. En een vlog in elkaar zetten. Ja. Dat gaan we doen. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles en geniet een beetje mee. Tot later! Ja, lieve vrienden, ik ben met een nachtelijke wandeling bezig met de meisjes. Rijka, die zit daar. In de schaduw. Zo, nou niet meer. Elwin, ga eens zitten, dames. Hé, hey, zitten. Rijka, zitten. Maar het regent en geen gewone regen, nee, het komt uit de bomen vandaan. Allemaal van die blaadjes. En iedere keer val ik, denk, regent het nou? Dat dacht ik eerst echt. Maar het zijn allemaal van die hele kleine blaadjes. Dus ja, ja, jullie zien mijn hand en mijn kamer, mijn mobiel ook, omdat ik een lampje op mijn schouder heb. Maar het is overal, op de weg, overal ligt het. Het dwarrelt gewoon. Ja, die bomen die zien jullie niet. Er is wat koeken. Ja,
Dat komt door mijn lichtje. Zien jullie hem? Ja? Daar komt het van, door mijn lampje. Maar daar komt het dus allemaal uit, hè, uit die takkies. Dus ja, moest er al hier, Elwing heeft er ook alweer eentje. Die groene. En dus ja, dat dus. Ik wou dat jullie even laten zien. En dan gaan we weer verder met onze route. Rijka gek doen. Zullen we weer verder gaan lopen dan? Ja, hè? Hier valt weer wat op mijn jas. Maar ja, we gaan inderdaad verder die kant op richting de verkeerslicht en dan weer rechtsom die kant op. Ja, met het water eigenlijk als het ware mee. Dus, nou, ze zijn daar druk bezig te bouwen. Maar niet nu dus. Nee, alles ligt nou stil, want ze liggen ook lekker te slapen. Rijke gekkie. Nou ja, inderdaad, lieve vrienden, ze zijn een beetje maf. Dus daarom gaan we lekker verder, dan zijn ze bezig met lopen. Maar oké, ze zeggen tot later, lieve vrienden. Zo, lieve vrienden, ja, we zijn weer bij elkaar om afscheid van deze dag te nemen. We zijn al buiten geweest, we hebben onze wandeling al gehad en ik heb Karin al aan de telefoon gehad, ook dat nog. En ik doe nu nog de laatste handelingen op de computer en ik zag dat vandaag, oftewel morgen als ik weer wakker word, want ik ga nu nog naar bed, maar eigenlijk is het al vandaag, is onze Tineke Muilwijk, een van mijn medebeheerders, heersters, van de groepen, is vandaag jarig en ze is 63 jaar geworden, dus als ik weer wakker word, ga ik voor de zingen. Nou, nog niet. Nee, het is mij nog een beetje te vroeg. Ja, en zij slaapt al, dus maakt het allemaal niet uit. Nee, en we gaan straks lekker naar bedje toe en ligt er eentje op mijn schoot. Meneertje Kandalf. Hé? Meneertje Kandalf. Jij? Ja! Je ziet het allemaal bewegen op die computer, hè? Dat is interessant, hè? Ja, de computer is aan het zoeken. Kijk, die groene balk ziet hij gaan. Ja, en dat is interessant voor meneertje. Leuk gezicht dan, hè? Echt geweldig. Maar in ieder geval, lieve vrienden, neem niet weg dat wij voor vandaag, van deze dag, afscheid gaan nemen om de nieuwe dag weer fris tegemoet te gaan. Dus ik zou zeggen, welterusten, slaap lekker met mooie dromen. En uiteraard over een aantal uur weer gezond uit je bed zien te komen. Vandaag komt ook Willy, dus ja. Moet er ook weer bij tijd een beetje eraf. Dus ik zou zeggen, God houdt gewoon over ons allemaal de wacht. En daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!